VHP-fractievoorzitter Chandrika Prasad Santokhi vindt dat Suriname ontzettend veel blundert ten aanzien van haar buitenlands beleid. Hij heeft tijdens de algemene politieke beschouwing op de jaarrede vragen gesteld over onder meer de intrekking van de erkenning van de Republiek Kosovo. Suriname is gisteren hierop teruggekomen op zijn besluit over de erkenning van de Republiek Kosovo als onafhankelijke en soevereine staat. Santokhi vroeg ook of de intrekking te maken heeft met de relaties die Suriname aanhaalt met Rusland. Hij vraagt zich af of het onder druk gebeurd is en welke afspraken zijn gemaakt met Rusland. Deze intrekking wordt bestreden door Kosovo omdat het internationaal recht dat niet kent, namelijk de Conventie van Montevideo van 1933, verbiedt dat. Hierin staat duidelijk vastgesteld: de recognition is unconditional en irrevocable. Dat staat in het verdrag, voorzitter. En toch handelt u in strijd met het internationaal recht. Toch handelt u in strijd met het internationaal verdrag, regering. Regering, wist u dat? Dat dit niet kon wat u gedaan heeft? Regering. En weet u wat de reactie is van de regering van Kosovo, voorzitter? Namelijk 1. Dat dit niet kan, is in strijd met internationaal recht. Want die brief is uitgegaan van de permanente missie van Suriname in New York. En weet u wat de brief staat, voorzitter? Dat die intrekking van die erkenning geldt voor Kosovo en Metohija. En wat zegt de regering van Kosovo? Dat land kennen ze niet. Dat land bestaat niet. Kosovo en Metohija. En dat is de brief van Suriname. De Surinaamse regering vertegenwoordigt daar in New York door een permanent mission. Santokhi vraagt zich ook af wat voor effect de intrekking van de erkenning zal hebben op andere samenwerkingsrelaties die Suriname heeft met bevriende naties. Met betrekking tot de politieke relatie met Nederland is er volgens de VHP-fractieleider ook zwaar geblunderd. Na aanvankelijk instemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname met de agrimaverlening en nadat de ambassadeur in kwestie beëdigd werd door de koning in Nederland, trok Suriname de toestemming tot accreditatieverlening in. En het argument van de minister was misverstand. Misverstand, voorzitter. Voorzitter, regering. Kunnen wij hierover duidelijkheid krijgen wat er precies speelt? VHP-fractievoorzitter Chandrika Prasad Santokhi. Hij heeft tijdens de algemene politieke beschouwing op de jaarrede vragen gesteld over de intrekking van de erkenning van de Republiek Kosovo.